dag. Kijk naar de weersverwachting van weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we heel veel bewolking boven Nederland, een paar opklaringen. Er trokken dus heel veel buien over het land. Tussendoor scheen af en toe de zon en het kon ook onweren en hagelen. Vanavond neemt de buiigheid af, zien we de zon nog wat vaker schijnen. Warm is het niet, temperaturen liggen halverwege de avond rond 12 graden. Komende nacht klaart het verder op en dan kan het kwik plaatselijk dalen tot rond 7 graden. Een frisse nacht dus in het binnenland. Er valt nog een enkele bui en daarbij kan ook onweer zitten. Ook morgen overdag zijn er nog enkele buien, vooral de kustprovincies met kans op onweer. Er zijn wel minder buien dan vandaag, de zon schijnt vaker en er staat minder wind. En daarbij wordt het 18 graden, dat is een fractie hoger dan vandaag. Donderdag hebben we ongeveer hetzelfde weerbeeld. Vrijdag neemt de wind weer in kracht toe en ook de buiigheid. En ook zaterdag is het wisselvallig weer. Ik ben Michiel Severin van weerplaatsen.nl.